Hi, ik ben Thomassing. Ik ga het hebben over pump- en dump-praktijken die op de beurs plaatsvinden. En dat is iets waar ik je voor wil waarschuwen, want zeker beginnende beleggers die hebben niet door hoe ze gemanipuleerd worden. Pump en dump, wat het eigenlijk betekent is dat de koers van een bedrijf enorm omhoog gejaagd wordt, om daarna enorm omlaag gejaagd te worden. En dat laatste, dat komt dan omdat degene die de zaak, deze oplichting, hebben uitgevoerd, omdat die dan vertrekken. Nou, het gebeurt vaak in kleine bedrijven, in penny stocks, aandelen die niet zoveel op de beurs verhandeld worden. Daar is het makkelijkst in. Want dus wat ze willen, is dat ze door aandelen te kopen van dat bedrijf die koers iets omhoog brengen. En vervolgens gaan ze in social media, met name Reddit op dit moment, maar ook met nieuwsbrieven, websites en allerlei dingen die ze maar kunnen bedenken, gaan ze dat bedrijf in de picture brengen. Dat iedereen ervan hoort. En prachtige verhalen. En dan denk je van ja, maar dat bedrijf zelf, die kan dan ook toch reageren van hé, dit is helemaal niet waar. Nou, dat bedrijf zelf heeft managers die ook aandelen hebben. En die managers die denken in het begin van hé, wat leuk dat we aandacht krijgen. Maar wat ze dan te laat zich realiseren is dat die aandacht eigenlijk komt met verhalen die te mooi om waar te zijn. De verhalen over de kansen van het bedrijf die worden te ver opgehemeld. En op het moment dat het bedrijf dan begint te sputteren van ja, maar dit is helemaal niet waar. Ja, dan zijn diegenen die het hebben opgevoerd, die koers, die zijn dan al weg. Die hebben hun aandelen al verkocht. Want die beginnen dus in het hele verhaal met aandelen te kopen, waardoor die koers al omhoog gaat. Nou, daarmee nemen ze een risico, want het is natuurlijk niet gezegd dat die pump, dat deel succesvol gaat zijn. Maar ja, ze hebben genoeg ervaring om te weten dat dat wel zo is. En zeker als je kijkt naar Reddit, waar dat dus heel veel plaatsvindt, ja, dan weet je al van, nou, die gaan dat gewoon wel redden. En het is dus een oplichting. Er wordt wel tegen opgetreden, maar het is ontzettend moeilijk om te bewijzen, ja, wat is dan precies die oplichting? Zeker als ze het dan alleen maar een stukje overdrijven. Dat het de kern wel waarheid is, maar het ja, echt gehyped is. En ja, als er maar genoeg mensen intrappen door ook die aandelen te kopen en die koers verder omhoog te jagen, ja, dan doe je dat dus zelf. En dat is dus hetgene waarvoor ik wil waarschuwen. Realiseer je dat je dus in dat geval, met name via Reddit, misbruikt wordt om die fraude eigenlijk mogelijk te maken. Dus als jij daaraan meedoet, ja, dan moet je niet jammeren op het moment dat je daar het slachtoffer van wordt. Nee, want het gaat dus echt om even omhoog jagen en daarna knalt het in elkaar. En waarom knalt het dan in elkaar? Nou, onder andere omdat de toezichthouder gaat zeggen van hey, bedrijf, wat hebben jullie hier gedaan? En dan moet het bedrijf toegeven van ja, we hebben niet direct opgetreden tegen diegene toen dat eigenlijk uitkwam. En op het moment dat ze dan naar buiten treden, dan zegt ook de toezichthouder van ja, waarschuwing voor. Nou, dat is natuurlijk een rode vlag van hier tot Tokio. Dus dan gaat die koers alweer omlaag. Dan vervolgens is het vaak zo, niet altijd, maar vaak zo, dat beleggers dat heel dat gebeuren dan het management kwalijk nemen. Dus zo'n aandeel komt er dan nooit meer. En zeker die kleine aandelen. Nou, het gebeurt tegenwoordig ook in grotere aandelen, met name technologieaandelen, daar zien we het dus ook in. En ja, dan zijn er genoeg beleggers die denken van, oh, dan wil ik dat ook wel eens een keer proberen. Want dat gebeurt soms vaker dan één keer. Maar met de penny stocks, echt die hele kleine bedrijven, is het vaak na één keer al over en uit voor het bedrijf. Sneu ook voor de managers van het bedrijf, of de aandeelhouders en zeker ook werknemers die aandelen hebben. Want zo'n bedrijf komt dan nooit meer terug, gaat dan waarschijnlijk ook nog failliet ook. Omdat het vertrouwen in de markt en dat bedrijf dan gewoon weg is. En ja, dat is dan gewoon sneu. Dus die hele praktijk kan ook nog eens een keertje echt economische schade berokkenen aan het bedrijf, aan de economie. En dat is echt wel heel vervelend. Plus, ja, er gaat gewoon heel veel geld voor beleggers gaat verloren, omdat ze ja, eigenlijk dat geld aan criminelen geven. En ja, dat is natuurlijk ook zonde. Dan is dat geld nog wel ergens, maar niet meer daar waar bij degene die ervoor heeft gewerkt. Dus alsjeblieft, wees heel voorzichtig. Doe zelf onderzoek. Kijk, als je iets moois hoort, kijk dan op de website van het bedrijf, het bedrijf zelf. Of dan die verhalen die erover hoort wel kloppen. Hoe schrijven ze erover in het jaarverslag? Wat voor presentatie heeft het bedrijf zelf gegeven? En kijk dan of dat klopt met wat jij hebt gelezen op social media.
Nou, kan je besluiten, vind ik het waard of niet. Maar realiseer je dat op het moment dat dat ineens zo opkomt, ja, dat daar dus een grote kans is dat het een pump en dump is. En wil je dat voor zijn, ja, doe dan zelf onderzoek in de markt voordat er sprake is van pump en dump. Dat is namelijk nog veel mooier. Als het dan plaatsvindt, dan heb je in ieder geval niet dat je daar het slachtoffer van bent omdat je halverwege ingestapt bent. Maar ja, het mooiste is om er ver weg van te blijven. Het is ook eigenlijk niet zo heel verstandig om in penny stocks en kleine aandelen te beleggen. En ik denk dat het ook niet verstandig is om in aandelen te beleggen die in Reddit worden aanbevolen, omdat dat juist nu de plek is waar dat zoveel plaatsvindt. Maar goed, doe zelf wat je wil. Dit is geen beleggingsadvies. Je moet het zelf bekijken hoe je daarmee omgaat. Maar ik wil je er wel voor waarschuwen dat die pump-and-dump praktijken schering en inslag zijn. Het is niet nieuw. De New Yorkse maffia deed het al in de jaren 80 en 90. Die zijn toen echt flink aangepakt en toen kon het gestopt worden. Want er was nog geen internet om dat zo voor elkaar te krijgen. Nu met internet en social media is het dus wel veel makkelijker geworden. En het is ook niet te stoppen. Dat is dus het probleem. Op het moment dat een grote lijst van influencers iets daarvan zegt, dan gaan gewoon veel mensen dat doen. En dat wil dus niet zeggen dat die influencer, dat die dus fout was. Het kan best wel zijn dat je heel oprecht zegt, ja, dit is een fantastisch aandeel. En dan vervolgens stort het in elkaar op het moment dat hij eruit gaat. Of ja, dat het blijkt niet zo te zijn. Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar goed, doe ermee wat je wil. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op belletje. Krijg je een notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.